Iedere politicus worstelt, moet worstelen, maar ook worstelt met het dilemma tussen wet, recht en regelgeving. Dat is één. Zoals dat eenmaal is afgesproken. De politieke constellatie, de machtsverhouding in de praktijk. En de consequenties voor mensen. I haven't seen my family for now almost 27 years because my father and my mother was being killed. I haven't seen and my family seen is last 2 years. I've lost my father and my brother in my country and now I'm missing with my father, my mother and my younger sister. En wanneer het gaat om mensen die in heel zwakke, kwetsbare situaties zijn, is het nog moeilijker. Dan gaat het om mensen waarvan je weet dat ze gevlucht zijn, dat ze soms aan de dood zijn ontsnapt. Maar helaas, en dat is dan het dilemma, zijn de recht- en regelgevingsafspraken juist voor hen, omdat ze niet tot Nederland behoren, nog niet en misschien nooit, nog harder geworden. En dan is dat dilemma nog ingewikkelder voor een politicus. Why should we be humble and let them slaughter us like sheep? For almost a year we demonstrated peacefully and tell the media our story. But did it help us? Tomorrow we are on the street again or in prison. The party leader is right. There are 100 refugees in this church. Who cares? They are not really interested in us. They are only interested when shit happens. Is it he or is it us? That's the question. Ja, ik was minister van ontwikkelingssamenwerking. Ik kende de vreemdelingen, de vluchtelingen vanuit de situaties waar ze afkomstig waren. Ik was in Liberia, ik was in Somalië, ik was in Soedan, ik was in Rwanda en in Congo. En ik wist hoe gemeen en hard en hardvochtig de geheime diensten daar waren. Ik wist dus waar de mensen voor vluchten. En dat wisten mijn collega's vaak niet, want die waren eigenlijk alleen maar met Nederland bezig. Dus voor mij was dat wel moeilijk. En ik moest dus toch compromissen sluiten vanuit die... Je vecht er lang voor, maar op een gegeven moment, dan is er een resultaat. The police is waiting for us. The police is waiting outside. It is now left to them to show to the world who they are. Let us show them the love we have in ourselves. I'm here. Let me go out first. If outside they start, there is no way back. Please give me the chance. I'm sorry. Ik zag wat er gebeurde met betrekking tot de vluchtkerk, was ik blij. Want het betekende dat voor het eerst sinds jaren, voor het eerst eigenlijk in de Nederlandse geschiedenis, de vluchtelingen zelf politiek actie gingen voeren. Ze vroegen niet alleen maar aan Nederlanders, wil je ons alsjeblieft opvangen, helpen en toelaten. Nee, wij hebben rechten en wij gaan politieke actie voeren. We gaan voor onszelf opkomen. En misschien, was ik van mening, brengt dat meer mensen in Nederland ook tot actie ten gunste van hen? Misschien mobiliseren zij ook weer de Nederlandse bevolking die nogal was ingedut. Een goed politicus die ergens in gelooft, die moet ervoor zorgen dat vele mensen achter hem daarin geloven, anders faalt hij. Stop!